Goedemiddag kijkers en welkom bij het 18PLUS Middagjournaal. Ik ben Susanne da Silva. De goudprijs is net de kookprijs voorbij gestreed. Dit is voor het eerst na jaren. We merken een trend dat veel poerimans overstappen naar de goudbusiness. Ik heb vandaag twee heren hier aan tafel. Namelijk de heer Dr. Anders, analist ingenieur K. Saba en dealer X, wiens naam wij niet prijs zullen geven. Deze heren zullen ons vandaag vertellen waarom deze shit plaatsvindt. Professor K. Saba, kunt u ons nog meer hierover vertellen? Goeiedag mevrouw en ook een goede dag voor u meneer. Ofa. Ik wil u bedanken voor deze gelegenheid mij geboden. Laat mij eerst beginnen met het onderzoek waaraan ik 10 jaar lang heb gewerkt. Uit dat onderzoek is gebleken dat 90% van de Surinaamse bevolking afhankelijk was van de drugssector. Vanwege de 1000% controle en de stijgende prijzen internationaal zijn vele bolletjeslikkers overgestapt van het slikken van drugs op het slikken van pipiet. Ook vanwege de economische recessie hadden mensen minder geld voor deze partydrugs. De vraag is nu, gaat de politiek zich richten op de eetproblematiek of gaat de politiek zich richten op de slikproblematiek? Walok, kan je leg uit. Dat is helemaal niet de reden waarom het misgaat. De enige reden waarom het misgaat is apportmoney. We moeten te veel betalen aan de douane. Als die mannen die prijs een beetje zakken, dan kunnen we nog concurreren met het buitenland. Maar nu is die prijs gewoon te hoog, daarom anewaka. Nou, ik ben een hele andere mening toegedaan hoor. Maar je mening kan je van mijn part in je go zetten. Nou, kunnen we... Deze meneer laat me niet eens uitpraten. Ja. Ik wil zo graag praten. We kunnen professor Kassaba even laten uitpraten. Luko no? Te veel praten, praat. Loa volk. Doe je zegje. Ik probeer niemand gek te maken. De cijfers liegen niet. Dus mi ele. Iwan tak mi ele. Huh? Maar dat heb ik niet gezegd. Iwan tak mi ele. Maar dat heb ik niet gezegd. Wat zeg je van mijn moeder? Mi masang? Deze man is helemaal geschift. Ik ben geschift. Ben ik geschift? Weet je wel met wie je te maken hebt op dit moment? Niemand heeft gezegd dat je geschift bent hoor. Willen jullie gek zien? Hoe was je dat met jou? Zo, Ga van die stoel, kom nou mee schieten met mijn papa. Aanbidders, hierbij presenteer ik u Krempawiri. Krempawiri is voornamelijk voor na de bevalling, maar u kunt het ook gebruiken als uw man kleiner geschapen is dan gedacht. We hebben een heleboel sterktes, maar dat hangt allemaal af van de bana van uw man. We hebben bijna dicht, helemaal dicht en maagd. Krempawiri, Krempapunachi, Gifuru Prisiri. Goedendag kijkers en welkom bij Sranang Date. Vandaag ga ik jullie een verhaal vertellen over de liefde. Dit liefdesverhaal begon allemaal aan de Watermolenstraat. Het was liefde op het tweede gezicht. Voor de vaste bezoekers van de Watermolenstraat
is het een tijd van rouw. Maar voor Edna en Gayatri is het een tijd vol vreugde. En vandaag willen zij via Stranang Date live bekendmaken dat ze gaan trouwen. En hierbij willen ze de gehele Surinaamse bevolking. We onderbreken het programma, want we hebben een flashbericht. Priya is nu op locatie en ze volgt dealer X. Priya, hoor je me? Ja, ja Susanne, ik hoor jou. Ik ben nu op locatie in de Palmtuin en ik heb dealer X gevangen. Hij is bezig met een deal. Maar je weet hoe gevaarlijk hij is, dus ik kan er nog niet op af. Maar zodra hij uit het vizier is, ga ik direct in voor van je handen. Priya, doe voorzichtig! Ja, Susanne, natuurlijk. Hij staat nu op. Hij staat nu op, dus ik kan er elk moment op af. Susanne. Priya is nu op locatie en ze gaat informatie halen over dealer X. Ik ben Priya van het 18 Plus Journaal. Je hebt net een zak gekocht bij dealer X. Ja, dat is Samsa. Hoeveel is het? Zo'n 75 SRD. Hoeveel spul zit daarin? Een kilo. Een kilo? Kunt u me wat meer vertellen over dealer X? Nou, mijn taka mandatory. Priya, heeft zij ook seks gehad met dealer X? Wat zeg je, Susanne? Ik kan je niet zo goed verstaan. Kan je herhalen? Heeft zij ook seks gehad met dealer X? Dame, heeft u ook seks gehad met dealer X? Hi. Zo af, hoe betaalt hij u hiervoor? Nou, als ik zo'n Papa, ik krijg gewoon een spul. Priya, we moeten afronden nu. Sorry, Susanne, ik kan je Priya, niet verstaan. Priya, we moeten afronden. En volgens mij zie ik dealer X op de achtergrond. Priya. Heeft dealer X ook mensen vermoord? Priya, wegwezen nu. Priya. Mensen, we gaan terug naar het programma. We zijn later bij jullie terug. Priya! 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 Oh, mijn god. Priya! Mijn god, hebben jullie telefoon. Mijn god, we moeten de politie bellen. Mijn god. En hierbij willen ze de gehele Surinaamse bevolking uitnodigen voor hun huwelijk. Edna Strooijurk is gesponsord door Griet Couture. En het eten wordt verzorgd door Catering Puff. Blijft u kijken naar Saranang Date, want volgende week zijn we weer live terug met het sprookjesverhaal. Dat was het voor deze week. Voor Saranang Date, where pleasure becomes a reality.